Kunnen ze door vel heen knijpen? Als hij zijn best doet, wel. Oh nee, dit gaat zoveel pijn doen! Dit zijn Emma en Jurre. Zij gaan zichzelf blootstellen aan een dierlijk experiment. We gaan zien wat er gebeurt als Emma en Jurre in contact komen met de wilde dieren uit Nederland. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Addy worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Zijn onze wilde dieren echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren Emma en Jurre steken en prikken. Ik weet een leuke opening. Oh. Als jij eens echt op je aller Twents deze aflevering opent. Welkom bij Steken en Prikken. Vandaag wordt een van ons gestoken door... de... rivierkreeft. De Amerikaanse rivierkreeft. Ik ben de rivierkreeft meerdere malen tegengekomen. In Frankrijk, bij riviertjes en beekjes. Ik heb nog nooit zo'n rivierkreeft gezien. En dan laat staan een Amerikaanse. No. Oh nee, dit gaat zoveel pijn doen! Oh, kijk ze! Oh jeetje, Jur. Daar! Oh my god, hij is zo groot. Ziet er gezellig uit. Leuke oogjes. Mooi harnasje. Ja, leuk model. Roy? Ja? Waarom heb je de rivierkreeft meegenomen? Nou, dit is de Amerikaanse rivierkreeft. Die is heel rood. We hebben ook een Nederlandse, een Europese rivierkreeft. Die is wat zwarter. En die doet het heel slecht, omdat deze jongen in de Nederlandse wateren is uitgezet. Maar hoe komt deze Amerikaanse indringer in Nederland? De mens heeft ze uitgezet. In de jaren 80 zijn ze begonnen. Ze dachten dat dat voor de voedselindustrie handig was. Als we dan andere rivierkreeften hadden, die wat sneller groeien en wat sneller oud worden. Maar ze hadden niet bedacht dat ze zo snel zouden groeien dat ze de Europese soort zouden overwoekeren. Oh ja? Ja. Want er zijn er dus te veel van of zo? Veel te veel. Zoveel zelfs dat de Europese diersoort aan het uitsterven is. Nou ja. Maar stel nou dat je als een kindje een paar kreeftjes hebt gevangen en je schepnet terug naar huis gaat en niet meer weet precies in welk slootje je ze hebt gevangen. Dan moet je ze niet zomaar in een andere sloot uitzetten, want daar kunnen ze dus voor nieuwe problemen zorgen. En in dat geval mag je ze dus eten. Dus als ik een kreeft vang in een sloot, dan kan ik hem beter opeten dan weer teruggooien. Eigenlijk wel, ja. En dan moet je wel eerst even kijken naar het verschil tussen de Europese en de Amerikaanse. De Amerikaanse rivierkreeft is rood aan de bovenkant, de Europese is echt zwarter. Maar als kindjes erover twijfelen, wil ik gewoon dat ze eerst even op Google kijken naar twee goede foto's en het verschil is heel duidelijk. Maar ik ben wel benieuwd. Bijten, steken, prikken, knijpen, wringen, wat doen ze? Nou, ze hebben uiteraard een mond en ze eten gewoon hun voedsel door kleine pootjes die bij hun mond zitten. Maar mensen hebben het meest last van hun schaar, want die kan best wel pijnlijk knijpen. Wij gaan ons ook zo laten knijpen. Ja. Oké, belangrijke vraag. Waarom hebben ze die scharen? Ze knijpen bijvoorbeeld schaaltjes kapot van insecten of van kleine mosseltjes. Ze knippen een beetje van hun vlees ermee kapot, maar ze vechten er ook vooral mee. Ze zijn echt van die vechtersbaasjes. De voorste looppoten zijn echt scharen geworden, maar daaronder zitten nog twee kleinere pootjes, die kun je ook zien. En daar zitten twee smalle schaartjes aan. Hele kleintjes. En die zijn het waarmee ze zo... gaan ze echt zo zitten bewegen voor je. Hoe doen ze dat? Ik liet me even gaan. Zitten ze echt met hun kleine schaartjes zo omhoog. Achterpootjes en dan staan ze omhoog, echt naar je te waarschuwen. De Amerikaanse gevlekte rivierkreeft komt in Nederland voor in ondiep, stilstaand en zoet water. De Amerikaanse rivierkreeft is voornamelijk goed als voedselbron voor reigers. Maar de Europese rivierkreeft heeft een veel belangrijkere taak. Zij maken namelijk het water schoon. Door de bodem te filteren verzamelen zij stoffen die ze kunnen opeten. De rivierkreeft jaagt niet en eet dus echt van alles. Doodmateriaal, visjes, waterinsecten en zelfs delen van uitwerpselen. Met hun scharen knippen zij het eten kapot, zodat ze het makkelijk naar binnen kunnen werken. Het mannetje gebruikt zijn scharen om mee te vechten. Hij heeft ook vaak één schaar die groter is dan de ander. Als hij een vechtpartij verliest, kan zijn schaar worden afgeknepen door een andere kreeft. Maar geen zorgen, want nadat de rivierkreeft verschaalt, groeit die schaar gewoon weer terug. Dus eentje gebruiken ze om te verdedigen. Die mag dan eraf geknipt worden. Ja, ja. En die andere, bam! Bam, ja. Wat slim. Oh, lijp. Ja. Wauw. En hoe hard kunnen ze knijpen? Kunnen ze door vel heen knijpen? De grote kreeften kunnen echt door vel heen knijpen.
Maar de kleine kreeften niet. Alleen zul je wel merken dat ze lang vasthouden en stevig vasthouden. Maar hoe snel doen ze dat? Ja, best wel snel, omdat ze ook bij mensen denken... weg jij, ik knijp je even door midden. Ze willen ook vechten met ons? Ja. Wat denken jullie nou? Ze denken dat ze kunnen winnen. Kom en dan. Als je dat boven water doet, dan laten ze dus niet zo snel los. Wacht even. Ze laten niet snel los? Nee, onder water laten ze snel los als de prooi te groot blijkt te zijn. Zoals mensen. Maar boven water is het gewoon... Hou ze vast. Dus ik heb een bakje water erbij straks om voor de zekerheid te zorgen dat ze loslaten. Want dat is ook wel wat je vaak ziet, toch? Dat iemand zo au en dan uit het water gaat. En dan hangt hij nog zo. Oh ja. Ja. En dan kun je dus best je hand terug het water in doen, want dan laten ze weer los. Ik weet wel één leuk spelletje. Dat doe ik altijd met vrienden. Dan bedenken we een dier en dan moet je je voorstellen... stel dat dat dier een stem zou hebben, hoe zou die dan klinken? Dus laten we dan nu de rivierkreeft doen. Dus dan moet je dus zeggen... Hoi, ik ben Roy en ik ben een rivierkreeft, maar in de stem van een rivierkreeft. Doe eens. En leef je echt goed in. Ja, ik zou denken dan toch een beetje waterig. Dus een beetje gepruttel. Dan heb ik even een slokje water. Oké, ik zou het denk ik zo doen. Hallo! Ik ben Jurre en ik ben een rivierkreeft. Ik zou het zo doen. Hallo, ik ben een rivierkreeft. Dat is echt een goeie. Het verslikte me bijna. En jij, Emma? Hallo, ik ben Emma, de rivierkreeft. Dat is toch echt heel grappig? Nou, wat een goed idee van je. Ja, echt. Oké, maar hoeveel pijn doet het? Hoe kleiner ze zijn, hoe minder pijn het doet, maar je gaat het behoorlijk voelen. Addy, we hebben jou wel nodig vandaag, denk ik. Nou ja, ik hoop het. Behandel je vaak knijpwonden? Nou, niet vaak, maar het komt wel eens voor dat er mensen met knijpwonden komen. Niet zozeer van een rivierkreeft of van een krab, maar wel van notenkrakers of van... Van een wat? Notenkraker. Een notenkraker? Zo'n ding waarmee je een noot kraakt? Walnoten. Bijvoorbeeld, ja. Huh? Zijn dat dan echt veel mensen die met Het zijn ook niet heel veel mensen. Maar nog minder die met een rivierkreeftwond aankomen. Als je geknepen bent door een rivierkreeft, dan hangt het er vanaf of je huid kapot is of niet, wat je moet doen. Als de huid kapot is, ja, dan moet je dat goed afspoelen, zodat er geen viezigheid in komt. Je kunt er een pleister op doen als je bang bent, hè, dat je het niet schoon kan houden. Als de huid niet kapot is gegaan, nou ja, dan is het heel simpel. Even goed afspoelen en dan koelen als het pijn doet. Verder hoef je niet zoveel te doen. Nou, hier op het internet staat dat het ook goed helpt om knoflook bij je te hebben. Knoflooksap schijnt te helpen tegen blauwe plekken. In theorie, er zitten hele kleine beetjes antioxidanten en vitamine C en E in knoflook. Dat kan voor de huid heel fijn werken. Maar dat het voor een blauwe plek zou helpen, ik heb zo mijn twijfels. Maar waarom staat er ook blauwe plek? Krijgen we een blauwe plek hiervan? Nou ja, als hij zijn best doet wel. Want je wordt dus echt geknepen, net zoals dat als je in je huid wordt geknepen. Dan kunnen de bloedvaten kapot gaan. En als bloedvaten kapot gaan onder je huid, dan zie je dat als een blauwe plek. Oh. Kijk eens wat ik onder de tafel heb. Wat ben je aan het doen? Ik wilde dit doen als een soort van... Verlos ons. Het was in mijn hoofd veel leuker dan in het echt. Oké, ik wilde vragen wie er aan de beurt is vandaag. Wie er geknepen gaat worden door de grootste Amerikaanse rivierkreeft in die bak. De allergrootste? Ja, we gaan niet voor minder. Oh. Dat is... Emma! Nou! Yes! Oh. Emma mag hem doen vandaag. Wow, olé. Jij wil mij altijd de meest nare geven, hè? Jij hebt het op mij gemunt. Ik heb zoveel geluk. Wat heb ik fout gedaan? Ik dacht dat jij dit wel aan zou kunnen. Ja, dat is leuk dat jij dat denkt, maar misschien heb ik daar ook nog wat over te zeggen. We gaan het zien. Vind je het niet eng met die scharen? Ja, ik ben gewoon een beetje panisch. Oeh, ja, dit is de Amerikaanse, met die rode stippen. Ja, en hij is onze eigen rivierkreeft mooi aan het uitroeien. Ja, maar ze zitten echt in gevechtsmodus, hè, met dat panzer ook. Mm-hmm, en die heftige scharen. Oh, daarmee gaan ze zo jouw vingertop zo pakken. Oh, dan kan ik niet meer met 10 vingers typen. Nee. Roy, waar gaat hij mij knijpen? Nou, jij mag kiezen. Ik denk ergens bij je arm, want als die dus niet loslaat, heb ik hier een bakje water staan waar we hem in kunnen dompelen. Het moet een plekje zijn die makkelijk onder water te duwen is. Hier zo, aan de zijkant zo. Oké, laten we daar doen. Zullen we die proberen? Ja. Ga ik het klepje vast open doen? Oké. Ik denk dat het echt heel veel pijn gaat doen, maar ik hou me groot.
kaartje. Oh my god! Oh. Die is zo groot! Hij heeft echt grote scharen, hè? Oké, M, ben je er klaar voor? Dit is echt de grootste die we tot nu toe hebben gehad, M. Ja, maar ja, wel echt ja, heel stoer ja, van ja, je. Ja, ja, ja. Ik vind het best wel eng. De Amerikaanse rivierkreeft. Daar gaan we. Oh, hij kijkt me aan. Is dat vreemd dat hij me aankijkt? Zijn klauwen zijn helemaal open. Hij kijkt me strak in mijn ogen aan. Oh god, oh god. Oh. Het is echt lastig om je arm rustig te houden terwijl je zo'n kreeft met die scharen zo op je af ziet komen. Sorry. En ik word gewoon bang. Ik kan het gewoon niet aan. Het is zo spannend. Hij is zo groot. Het is ook echt spannend, ja. Oké, knijp maar. Ik voel die kreeft met zijn scharen zo over mijn huid strelen. En in één keer, hap. Ja. Oké. Ik heb... En als hij dicht knijpt, dan voel je, hij zit vast. En dan in één keer komt er nog een schaar in het spel. Oh, die andere ook! Doe onder water. Hij liet niet los. Doe me onder water. Je hand in water, Emma. Dus ik doe mijn hand in het bakje water. En die kreeft denkt volgens mij, oh, ik ben weer in het water. Even kijken in je hand onder water, dan laat hij los. Heel goed. Auw. Oh my god. Jeetje. Oh. Je ziet ook meteen van die diepe blauwe puntjes waar hij dus heeft lopen knijpen. Oké, M, een kijkersvraag. Charlie die vraagt, is dit het leukste of het stomste wat je vandaag hebt meegemaakt? Ik denk dat dit, ja, Charlie, het stomste is. Nee, ik vond het ook wel weer spannend. Spannende dingen zijn ook leuk. Ja. Dus het mag, ja, het was leuk. Oké. Goeie vraag. Maar Em, hoe voelde het? Oh, hij kneep hard. Ja. Ja. Hij kneep ook maar door. Ik denk, jezus, vriend, het gaat je lekker. Maar even rustig. Het wordt ook helemaal blauw. Ja, ja, ja. Ja, zullen we even wisselen? Ja, ik vond het heel leuk met jou, maar laten we toch wel even wisselen nu. Dokter Adi. Ja, hoe is het met je? Was wel spannend, zeg. Het deed eigenlijk ook best wel pijn. Ja, nou ja, ik zie ook dat je wel een beetje deuken hebt in je hand. Mm-hmm. En ook wat modder volgens mij. Dus ik ga kijken wat ik nodig heb. Ik pak eerst even een pincet. Want als je bij zo'n beet modder of viezigheid hebt, moet je dat wel weghalen. En dan kunnen we straks met water even naspoelen, want dat is even van belang. Maar vertel eens even wat voor pijn je voelt. Op dit moment voel ik eigenlijk de naweeën van de pijn die ik net voelde. En nu ja, voel ik nog precies waar ze zaten net. Ja, ja, precies. Alleen zitten ze er nu niet meer. Hé, we gaan het wel eventjes goed afspoelen. En dat kan eigenlijk met alles schoon water. Dat is lekker. Ja, is het fijn? Ja. Weet je hoe dat komt? Dit is lekker koel. En koelen, dat helpt heel goed bij bijna elke insectenbeet. Mag je je hand omhoog houden? En moet je even vertellen hoe dit voelt? Ja, top. En de knoflook, hoe werkt die? En de knoflook? Ja, hij is doormidden. Dus als je hem nu een beetje zo erop smeert, dan krijg je dat sap erop. En dit zou moeten werken omdat het de blauwe plekken misschien tegen kon gaan. Ja. Oké, dan ga ik het proberen. Maar Adi, denk je eigenlijk dat dit überhaupt een blauwe plek wordt? Het is een beetje gekneusd, maar een echte blauwe plek, nee, dat zal het niet worden. Ik weet niet wat ik met die knoflook nu aan het doen ben, maar... voel je iets? Nee. Ik leg de knoflook weer aan de kant als je het niet erg vindt. Terug naar de good old ice pack. Oké, M, maar op een schaal van 1 tot 10 voor de pijnometer, hoeveel pijn deed de rivierkreeft? 1 is een kusje, 10 is je arm eraf. Dan was de Amerikaanse rivierkreeft een 5,5. Oh. Ja, het was een hele intense, vlugge, heftige pijn. Maar ik voel er nu eigenlijk al veel minder van. Ja. Oké, maar moet je dan bang zijn voor de rivierkreeft? Nou, ik denk als jij je pootje loopt te baden in een slootje, dan misschien wel, ja. En je teens ook. Ja. Ah, maar dat doen ze niet zo snel. Wat je zag, onder water laten ze los. En als een prooi te groot is, dan zwemmen ze ervan weg. Maar ja, boven water kan het dus wel voorkomen dat hij zo ninja aan het voor je staat. En dat je even denkt, wat moet ik hiermee? Maar dan nog, het is niet alsof je er heel lang last van houdt. Dus het enige wat je wat mij betreft kunt doen is goed kijken, is het de Europese of de Amerikaanse? Even googlen. En als het Amerikaans is, de pan in. Zullen we in plaats van zwaaien dit doen?
als een kreeft. Ja, goed idee. Ja, lekker in het thema te blijven.